merk dat ik gewoon een beetje wat minder weer in mijn vel zit. Dat, en bij jou is het behoorlijk heftig. Elsie zei 1 en 2 bellen. En we moesten allemaal naar buiten. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag 22 oktober en ik ga langs bij Esmeralda en zij gaat mij wat tips en tricks geven wat betreft mijn spieren en om dadelijk weer een beetje op orde te krijgen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik neem jullie mee. Nou, dit zou het moeten zijn. Overleefd, Roelie? Ja, ik red het wel, joh. Of course red jij het. Ja. En ik kan ook splitsen, dubbelen. Nou, leg ik je allemaal wel uit. Spannend. Ja. Goedemorgen. Hele goede morgen. Het is 23 oktober. En wij zijn onderweg naar Beverwijk. Want Ellen en Vincent hebben een gender reveal vandaag. Is het een boy or a girl? Is het een boy or a girl? Ik heb vandaag besloten om even mijn pruik weer eens op te zetten. Het is toch alweer wat kouder buiten. Dus nou, dat is toch weer lekker. Je blijft mijn allermooiste. En nou ja, gisteren ben ik dus bij Esmeralda geweest. Oh ja. En ja, ik vond het wel heel interessant. Het was vooral nu ook even kijken hoe mijn lichaam erop zou reageren. Want ja, mijn huid is natuurlijk wel wat gevoeliger geworden. Ja, zo maar, meteen. Opa Gino opzetten. Ja. Hoe, ik heb er wel zin in. Heb je spierpijn? Van wat je van die... Nee, ik heb niet echt spierpijn. Ik heb wel een beetje last van mijn rug. Maar dat kan ook gewoon komen door mijn rug. Zoals mijn rug is, zeg maar. En ik heb weer super slecht geslapen. Ik heb het gevoel alsof ik niet geslapen heb. Dat is echt niet best, hè? Nee. Ik merk dat ik gewoon een beetje wat minder weer in mijn vel zit. Toch een beetje angstig weer of zo. Ik weet niet. Ja, dat is toch niet zo gek. Nog 2 chemo's en de operatie komt steeds dichterbij. Ja, ik wil gewoon weten wat die fucking chemo gedaan heeft. Ja, dat vooral. En je hebt natuurlijk een keuze gemaakt. Maar is het de juiste keuze? Ja, voor jou is het nu de juiste keuze. Maar ja, het resultaat is, ja, het is toch afwachten. Het is allemaal niet zo gek dat het in je hoofdje blijft zitten. Nee. Ik wil gewoon zo graag dat tijdens de operatie blijkt dat het niet heel erg ver in mijn lymfen zit en zo. Zou ook alweer meer rust geven. Ja, aan de andere kant denk ik van, dat is het gewoon. Ik zit in mijn hoofd van, ik heb 8 van die satellieten. Het kan dat je het gewoon bijna niet kan voorstellen dat het niet uitgezaaid zou zijn. Dat is ook een beetje. Terwijl ja, zijn we er toch goed, hè, als het goed is, goed gecheckt en zo. En, maar toch denk je van, hé, maar hoe kan dat nou? Je vertrouwt gewoon je lichaam niet meer. Zeg, ik begrijp je, maar ik kan alleen maar zeggen dat ik je angst begrijp, maar ik, ja, als je echt voelt, het is gewoon niet, ja. Nou ja, we kunnen ook alleen maar vertrouwen op alle testen en het ziekenhuis en zo. Dus, maar goed, ik ga denk ik mijn ogen even een beetje sluiten. En dan zijn we een beetje op tijd. Ja. Ze zijn om 10 uur de taart gaan halen. Net na de spits, denk ik. Ja, precies. Wat ik nog even wilde zeggen is dat ik jullie later deze vlog ga meenemen naar het begin van de vocal release met Robin. Want die hebben nog zo'n digitale plank liggen. En daar zien we nu wat verder in het proces zijn. Ik eigenlijk best wel wat voor elkaar heb met mijn stem. Door het. Heb je het warm? Door het ontspannen, oefeningen met Robin en oefeningen met René. En elke week lopen we die bij Dunja. Ja, dat er eigenlijk wel voor zorgt dat ik stappen maak. En ja, hoe dat zo gekomen is, wilde ik jullie nog eventjes laten zien. Want ik ben getrineedled. En wel 4 keer zelfs. Bij Robin Bakkan, helemaal
weg in ieder geval. En ik heb wat zanglessen, vocal coaching gehad van Robin van Beek. Van Vocal Center, en dat wilde ik jullie nog even laten zien, maar dat komt later even. Dat rust. Wat denk jij, Charlie? Ik ben een bloedje voor zusje. Of gewoon een baby? Ik ben een baby, net als jij. Maar je kan ook in de bank wel je mensen insteken en dan uithalen en zien. Het is zonder om die taart aan te snijden, toch? Jullie willen toch een verrassing? Oh ja, ik heb een smaak van die taart maken. We hebben nog niet eens schaaltjes. Nee, maar dat gaan we eerst hier. Ik ben er vanuit handje. Nee, jullie krijgen zo meteen allemaal een lepel. Wacht even, mijn moeder is er. Ik weet niet of het genoeg groot is, dus het maakt niet uit. 1, 2, 3. Je gaat all the way, meteen door die Riva. Oh, joh. 3. Nieuwe Charlie. Oh, het is groen. Oh my god. Nog niet, zeker? Er zit nog niks. Oh, een slagroomsoesje. Ik zie het al. Ja, ik zie het ook. Wat is het? Het is blauw! Er zit blauw in. Is het blauw? Wat een jongetje, hè? Charlie krijgt een bloedje. Het wordt een jongetje. Je hebt een bloedje in Ellen de buik. Kijk in de taart. Heel duidelijk. Het is blauw, hè? Het is blauw op de roet. Wat leuk, zeg. Goed gedaan, jongens. Nou, we zijn weer lekker thuis. We hebben net onwijs hard gelachen, want ik heb die pruik opgezet. Je kan een leuke foto daarvan zien op Instagram en op mijn Facebook. Daar zit mijn haar een beetje vreemd, maar... René en Jessie die liggen lekker op bed. Liggen ze een keer samen. Dat hebben we volgens mij nog niet eerder gedaan. Ja, ze waren hartstikke moe. Een jongetje. Superleuk. Ben benieuwd. Ik zei al, Sergio. Een hele mooie naam. Maar ik wilde jullie nog heel eventjes terug meenemen naar het begin van de vocal release met Robin en Robin. En hoe dat traject een beetje is verlopen. Ja, daar is er namelijk een aardige tijd overheen gegaan. En... ja, ik wilde het eerst even afwachten natuurlijk hoe het zich ging ontwikkelen en dan het hele traject in één keer laten zien. Dus daar gaan we nu even naartoe. Oké, Robin, Sergio is even naar de wc, dus we kunnen even één op één praten. Maar wat is jouw idee bij zijn verhaal en bij zijn hoe die beweegt en hoe die zingt? Nou, als ik net naar hem luisterde, en dat zei ik net ook al tegen jou toen de camera uit was van ik... Nou, als je ernaar luistert, voel je zelf eigenlijk al spanning rondom het strottenhoofd. Heel heftig. Wel een mooie stem, maar je hoort aan alles dat er iets blokkeert. En dat er krachtverlies is, dat er heel boeiend. Hij geeft zelf aan... Maar hij vertelt ook, dat is misschien wel interessant, hij vertelt over platvoeten. Wat zegt dat jou? Kan dat iets zeggen? Of, want ik weet dat jij veel met voeten bezig bent ook, hè? Met stand van voeten en zo. Nou, platvoeten, dat is wel een interessant verhaal. In principe hebben een aantal mensen hebben ooit een keer bedacht dat we een neutrale voet horen te hebben. En zodra je een platvoet hebt, ja, heb je rugklachten? Nou, dan dat komt omdat je platvoet hebt. Maar als je een holvoet hebt, ja, heb je rugklachten? Dat komt omdat je een holvoet hebt. Terwijl kinderen worden geboren met plat, holle, neutrale voeten. En dat is de natuur. En op het moment dat je platvoeten hebt, dan beweeg je meer vanuit je buikspieren. Als je wat hollere voeten hebt, dan komt er meer druk op je rug. En dat hoort bij je natuurlijk beweegpatroon. Dus het is helemaal niet raar dat je plattere voeten zou kunnen hebben. Het is wel zo dat we nu de beweegpatroontest gaan doen. En op het moment dat daar een ander beweegpatroon uitkomt dan dat buikschouder beweegpatroon waarbij die platvoet hoort. Ja, dat komt wel eens voor, maar dan zie je dus
dat de gewrichtjes in de voeten eigenlijk aan het vergroeien zijn. Okay. Soms hebben mensen ineens vele hollere voeten, terwijl ze officieel een platvoet horen te hebben. Ja. En Sergio had ook knieproblemen, had hij verteld. Hè? Waarom vraag je daarnaar? Knieklachten, ja, je kan door de fascie, dus het vlies wat om de spieren heen zit en de spiergroepen met elkaar verbindt, dat kan dus, dat zorgt ervoor dat de spieren vanuit de voeten helemaal tot aan de schedel en toe worden die met elkaar in verbinding gebracht. Ja. Dat noem je ketens. En die ketens, op het moment dat je dus hier spanning hebt, kan je dus die keten nalopen. En dan kan het er zomaar zijn dat je ook klachten hebt in je knieën, in je voeten, in je rug, nek, schouders. Okay. Daar heb je allerlei, je hebt er allerlei lijnen in die daarvoor kunnen zorgen. Dus je hebt nooit alleen klachten op één plek. De klacht zit altijd op meerdere plekken door het hele lijf heen. En nu ga je een test doen waarin je dat eigenlijk gaat onderzoeken? Ja. Oké. Okay. Thanks, man. Ja? Dit kan je voelen in je buik. Ja, meer hiervoor. Ja, juist. Klopt. Vanaf hier loopt die fascie naar je buik toe, helemaal door naar je bovenbenen, naar je voeten. En hier loopt die door achter via de tricep naar de rug. Normaal gesproken is het zo dat als ik hier duw en dit is je sterke kant, ja, dat die het dan helemaal niet doet. Duw maar. Kijk, je kan nog steeds best behoorlijk, je kan mij nog wegduwen ermee. En bij een gezonde balans is het zo dat er dus één kant, dat is die sterke kant, dat is een actieve keten, die mag op spanning staan, daar mag kracht uitkomen. Die andere, die moet het eigenlijk niet echt doen. Okay. Dus dat laat al zien dat je de spanning hebt voor en aan de achterkant van je lijf. En dat zorgt eigenlijk al voor een overspanning. Dus dat, en bij jou is die behoorlijk heftig. Want zoveel kracht uit twee ketens tegelijkertijd, dat kan eigenlijk niet. Dat is niet normaal. Oké, we zijn nu ietsje verder in de behandeling. En Sergio zei net, ik heb vanaf mijn 15e al steunzolen. En toen zei jij, oh my god. En waarom? Ja, wat je krijgt is op het moment dat je dus vanaf jonge leeftijd al... Nou, allereerst, ik krijg in mijn praktijk altijd de mensen te zien die steunzolen hebben gehad en er niet blij mee zijn. Dus dat zijn niet een paar, dat zijn er heel veel. En ik denk dat het grootste deel van alle mensen die steunzolen aangemeten krijgt, ze ook niet aandoen. Omdat het niet lekker zit, het voelt niet goed, klachten verergeren of veranderen niet. Dan kom je weer terug op dat neutrale voetje. Mensen willen vanuit de podologie je voet zo manipuleren dat het zo'n neutrale voet wordt. Dus het gaat allemaal moeilijke houdingen doen. Het gaat tegen je natuur in. Als je vanaf je 15e dus al je voeten in een bepaalde houding zet die niet hoort bij je natuur, bouw je gewoon jarenlang spanning op. Zoals je ziet is dat ook weer een aardig traject geweest. Ik moest elke keer op en neer naar Robin Bachan. Die zit toch wel een eind weg. En hij heeft ook net een boek uitgebracht. En dat gaat voornamelijk over echt wel het ontspannen van je lichaam. En je mindset is super belangrijk. En positiviteit. Dus al die dingen meegenomen heeft uiteindelijk dus nu geleid dat ik weer langzaamaan een beetje kan zingen. Het zijn eigenlijk drie dingen. Spanning, plaatsing van het geluid en het gebruik van de middenriff. Dus ontspanning hier. Ik heb heel lang dus constant spanning hierop gehouden. Ik heb al het geluid hieruit gehaald en eigenlijk niks uit mijn middenriff. En buikspanning. Ja, probeer dat maar eens. Dat heeft me dus echt genekt. Nou, heel veel manieren van zingen eigenlijk en manieren van praten en rust, ontspannen, ademhaling is ook mega belangrijk. Nou, nu lijken dus die dingen, die puzzelstukjes een beetje in elkaar te vallen, waardoor ik dus weer een beetje heb gezongen de afgelopen weken. Zelfs heel misschien binnenkort een heel klein optreden, maar zover is het nog niet. Ik wil ook niet te veel hooi op mijn vork nemen of te veel van mezelf verwachten nu. Even rustig aan. Het hele traject met René is natuurlijk ook niet niks, dus spanning en ontspanning, spanning en ontspanning moeten in balans zitten. En als dat in balans blijft, dan denk ik dat het goed komt. Wil je er meer over weten, mag je altijd een berichtje sturen. Kan je altijd in contact brengen met Robin of Robin en logopedie, Dunja. En je mag altijd iets sturen van een filmpje of zo, als jij ergens last van hebt. En dan
zoals alles wat wij doen, kunnen we kijken of we je daarbij kunnen helpen. Ik ga eventjes een liedje zingen, denk ik. En wachten totdat René en Jessie klaar zijn met slapen, een dutje doen. En dan is het alweer bijna etenstijd. 0642. Ja, het is geen paniek, maar wij willen even weten wat ik moet doen, want onze CO2-melder gaat af. Ja. Nou, we zijn inmiddels allemaal naar buiten gestuurd door het alarmnummer. En we hebben het toch goed gedaan inderdaad. Elsie zei 1 en 2 bellen. En we moesten allemaal naar buiten, dus de brandweer is onderweg. We zien verder niks geks. Nou ja, CO2 ruik je niet. Dus meteen naar buiten. Jesse die snapt er helemaal niks van. Huh? Komt zo meteen de brandweer. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik vind wel een goed verhaal. Ik heb in de slaapkamer. Nee, dit wilde ze dat uitsluiten. We're safe. Niks aan de hand. Gelukkig. Batterijtjes op. Ja, en toch had je het wel gecheckt, hè? Maar. Nee, ik heb een nieuwe batterij ingedaan, maar hij bleef piepen. Dus ik denk dat hij gewoon ook gelijk defect is. Of toch net niet de goede spanning van die batterijen. Of de batterijen zijn misschien heel oud. Dus maakt niet uit. We gaan. Op zoek naar een moderner, beter ding. Exact. Maar het was wel gelijk even. Oké, eerst waar je naartoe rent is je kind. Een goede test, ja. Dat zei Els ook. Ramen open, alles open, honden. Honden mee, kind mee. Oh, hier zit een knopje. Niet. Nee, maakt niet. En naar buiten. Want ik dacht van, ja, moet dan, wat moet ik bellen? En Els die zei ook meteen gewoon 1 en 2. En inderdaad, dat was oké. Ja. Hij zei meteen naar buiten en de brandweer komt eraan. En ze kwamen nog eventjes terug om nog iets extra te checken. Dat ze vergeten waren. Ja. Dat ze even voor de zekerheid wilden checken. Even maar warm water laten lopen om te kijken of dat de ketel wel aansloeg. Ja. En dat deed hij. Dus dat was goed. Ja. Dan hebben we gelijk nu eventjes een half uurtje buiten staan kletsen met de buurtjes. Want we hebben een nieuwe bovenbuurman en een andere bovenbuurman die was het schilderen. Die konden we gelukkig telefonisch bereiken. Maar ja, die zit dan helemaal boven. Ja. Nou, gelukkig maar. Nou, voor dit weer een toffe vlog. We gaan doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En we horen natuurlijk weer heel graag van jullie. Tot de volgende vlog. Doei.